En she was like wild and out. Dat is ook crazy zoiets met it? dat Kiki Palmer voelde zich een keer heel onveilig in het huis van Trey Songs. Ah, oh ja. En yeah. is ze gaan, uh, gaan uh, verbergen in de kast, in zijn kast, daar ergens of in de kamer. Ja, yeah, is wild. En mensen hebben haar voornamelijk uh, bestempeld als crazy en gek, omdat niemand, zeg maar, zou kunnen bedenken dat Trey Songs zoiets zou uh. kunnen doen. Maar ik vertrouw echt geen enkele man. En als een vrouw zich onveilig voelt, dan weet ik vrijwel zeker dat er een reden is als ze zich onveilig voelt. Daarom zegt islam, blijf ver uit de buurt van oh. nee, Het was een feest. Daar hoef je ook niet te zijn. Ja, blijf maar mijn thuis. punt is, <laughs> zeg maar... Ik, ja, ik vind het echt eng, man. Het is echt een enge wereld waarin we leven. Ik vind gewoon dat heel veel mensen achter hun begeertes aan rennen... en daarin gewoon totaal niet denken aan of ze een ander pijn doen. Ja, en het is It's a crazy time we live R. in. Kelly, die nu 20 jaar vast zit. Hij was laat aan het zingen in, in, uh, ja. in, uh, in de gevangenis. <laughs> ah. Ik ga ze gewoon concerten geven, dan doen ze me niks. Yes. Ik vind het raar dat hij nog kan zingen nadat hij al die kleine kindjes heeft aangeraakt. Wacky doodles. Wat dus ook heel gek is. Um, maar wist je dat er een deel is van de mensen die dat niet gelooft? En dat ze eigenlijk denken dat hij is being framed? ja maar kijk ik weet ik waar dat ik zou jullie ligt. allemaal gelijk willen geven m, tot het moment van he was also dating lia die ook minderjarig was Opja. hij was aan het groomen letterlijk of. maar uh, ik weet waarom dat is hè mm. dat zie je hier ook heel erg als Met... een um, als een nederlandse artiest die heel lang bekend is of echt uh, waarmee je bent opgegroeid of wat dan ook iets doet um, die mensen willen geloven. bijna niet geloven dat mm -hmm. iemand waarvan ze denken dat ze ze zo goed kennen. Want eigenlijk kennen ze alleen zijn liedjes en alles wat hij de wereld inhoudt. Ja. Ze denken dat ze een band hebben met die persoon. Ja, dat is echt ziek. En hun versie van die persoon, die ze in hun hoofd hebben gemaakt.